bankjes. Het carillon daar. Het carillon, een prachtige plek. Met heel veel in aanbouw. Er is ook al wat verkocht. Ja. Prachtig. Prachtig monument. Gooi TV. Vandaag de allerlaatste aflevering van In Gesprek met burgemeester Freek Ossel. Het is het afscheidsinterview. Vandaag doen we iets anders. Vandaag doen we het samen. Saskia Luijer en Herman Stuyver, redacteuren van de lokale Huis en Huisbladen, Weekblad Wijdeweer en de Nieuwster. En Sas, we gaan het ook iets anders aanpakken qua vorm, begreep ik. Ja, dat klopt. We dachten, we doen de laatste keer een wat speelsere aanpak. Aha. En we gaan een klein spelletje met u spelen. En aan de hand van kaartjes willen we graag het gesprek voeren. Aha. Gisteren heeft u de voorzittershamer overgedragen. Ja. Als burgemeester is natuurlijk een belangrijke rol ook het besturen, de organisatie van de gemeente Wijdenmeren. Mm-hmm. En de laatste tijd zijn in de interviews een aantal thema's eigenlijk naar voren gekomen op organisatiegebied. Ja. Ik heb ze hier even liggen. Samenwerking, integriteit, spreektijd, dienstverlening en versterking. En als we hier naar kijken, wat springt er voor u uit? Wat zou u er graag even willen terugkomen? Het thema voor de toekomst, de dienstverlening, dat spreekt mij zeer aan. En er werd gisteren in de raad ook over gepraat. Dienstverlening is iets wat je gewoon doet, natuurlijk. En dat is de kern van de gemeente, dienstverlening aan de burger. Maar waar het mij om gaat, is dat we nu zover zijn als organisatie, dat we een extra stap kunnen maken door de burger nog meer centraal te stellen. En dat we de versterking van de organisatie intern koppelen aan ook een betere dienstverlening aan de burger. Ja, dus je doet het tenslotte ook voor de burgers. Ja, en voor de hand ligt het voorbeeld. Er zijn heel veel zaken voor burgers die je ook meer digitaal kunt aanbieden. Ja. Die dus veel makkelijker bereikbaar zijn, ook voor ondernemers trouwens. En daar kunnen we nog echt stappen in maken, maar dan moet je je IT, informatietechnologie, die moet op orde zijn. Mm-hmm. Anders wordt het een beetje raar. Dus die dingen kun je aan elkaar koppelen op een hele goede manier. En tegelijkertijd kun je er tijd mee winnen om vervolgens meer aandacht te besteden aan kwetsbare burgers of mensen die minder ICT-minded zijn, bijvoorbeeld ouderen die toch wat moeilijker op het internet zitten. Ja. Hoewel, ik kom heel veel ouderen tegen die daar echt helemaal geen moeite mee hebben en veel beter zijn dan ik. Nog beter. Het kan wel wat meer bij mij. Een beetje ouderwets wat dat betreft, maar dat is gewoon even een voorbeeld. Ja. En dan dienstverlening niet alleen wat voor de hand ligt, mensen halen hun paspoort op, een vergunning, maar ook gewoon in de wijze waarop wij de burgers bejegenen. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld dat je eerder, als het gaat over klachten over de gemeente, maar over anderen, dat je er eerder bij bent, dat je eerder communiceert, het gesprek aangaat. En daar heb je geen computers voor nodig, maar meer een attitude om het gesprek te voeren en ervoor te zorgen dat je misschien eerder problemen kunt oplossen. Nou, eigenlijk geeft ook aan, die dienstverlening is ook heel erg ten dienste echt van de inwoners. Ja. En daar heeft u de laatste tijd ook heel erg op ingezet om dat in de organisatie dan te versterken. Ja, dat vind ik ongelooflijk belangrijk. En waar ik merk dat dat lukt, waarderen mensen dat ook zeer. Ja. En soms lukken dingen in die zin wat minder voor burgers, dat ze niet gelijk krijgen bijvoorbeeld. Maar mijn ervaring is dat als je dat goed kunt uitleggen en mensen een faire kans hebben gehad, dat het dan ook gewoon ook heel goed en acceptabel is voor burgers. Ja. Nou, is er, als we hier naar kijken, nog iets waarvan u zegt, dat wil ik ook nog wel even benoemen. Ja, dat vind ik een... Ja, nou toch maar even spreektijd. Ja, binnen de vergaderingen van de raad en ja, de commissies. Ik geloof dat meneer Herman Stuyver daar gisteravond ook was. Hè. We begonnen het eerder. Het liep weer uit. Het liep weer uit. Bijna een half uur. En voor de kijkers thuis, kunt u wat meer uitleggen wat die spreektijd dan inhoudt? Ja, laat ik daar eens mee beginnen. Nou, dat betekent in feite, je hebt een vergadering die duurt, pak een beet, tussen 8 en 11 maximaal. Mm-hmm. En je deelt de tijd op voor de politieke partijen die ze hebben om te kunnen spreken. Ja. Er loopt een klok mee. Ja. En als die tijd op is, is het op. Ja. Dus dan mag je niet meer praten, je mag wel een stemverklaring doen, je mag stemmen uiteraard, het is een democratisch proces. En daar moet men hier zeer aan wennen, want men was gewend gewoon toch een beetje
praat je pot, even verder. Hier moet je dus heel erg opletten, waar ga ik mijn tijd inzetten? Mm-hmm. En je moet natuurlijk ook gaan proberen heel compact te praten. Ja. En daarin zijn we veel beter geworden, vind ik, dan 2,5 jaar geleden. Maar het kan nog wel beter en de hitte van de strijd wil me dat wel eens vergeten. We maken stappen daarin. En ik vind het toch heel belangrijk, het lijkt een klein voorbeeld, maar als je daar beter in bent, dan ben je ook beter begrijpbaar, begrijpelijk aan het praten. Dan hou je ook de aandacht een beetje vast. De focus. Dat soort zaken meer. En ja, daar gaat natuurlijk het politieke bestuur hier ook over. De contacten met de burger, het aanspreken van de burger, heeft daar ook mee te maken. Dus ik denk dat we daar nog een paar stappen in kunnen maken. Je ziet dat sommigen daar toch wel steeds wel moeite mee zullen hebben. En anderen maken grote stappen. Nou, aan de nieuwe burgemeester om dat verder scherp te begeleiden. Nou, ik rond dit stukje spreektijd ook af, Herman. Ik geef het stokje over naar jou. Ja, maar naar het volgende thema. Mijn kaartjes gaan over uw hoofdthema veiligheid. Oh ja. Ik heb hier het kaartje ondermijning. Ja. Inbraken. Er stond vandaag in een groot artikel in de Groene Nederlander over de inbraakgolf in Weidemeren. Ja. Snelvaren, jaarwisseling, vuurwerk en jongerenoverlast. Welke spreekt u daar het meeste aan, burgemeester Ossel? Ja, allemaal natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar u moet een keuze maken. Nou, laat ik beginnen met... dat ga ik mijn best voor doen. Jaarwisseling vuurwerk. Ik denk dat dat gewoon een heel actueel thema is. Wat je merkt is dat het steeds meer een onderwerp is waarover gedebatteerd en gepraat wordt. Mensen hebben er allemaal ideeën over. En ik vind twee dingen heel fijn hier in Weidemeren. Eén, we hebben weinig overlast van vuurwerk. Twee, we hebben op zich een goede manier om dat op te pakken. Dat wil zeggen, we zetten BOA's in, handhavers, politie, maar ook burgers zijn heel alert. We houden specifieke plekken wat extra in de gaten. Op zich is dat denk ik goed. Gisteravond hoorde ik inderdaad ook opmerking dat men vindt dat u daar iets te afwachtende bent. Met andere woorden, uit de enquête bleek bijvoorbeeld dat er best een aantal bewoners is voor vuurwerkplaatsen, centrale vuur. Ja. Maar u wacht het landelijk beleid een beetje af of wat in de regio gaat gebeuren. Klopt dat wel? Nee, dat klopt in ieder geval voor een deel niet. Ik vind wel dat je kunt heel stoer doen en zeggen er moet een vuurwerkverbod komen. Mm-hmm. Nou, dan vind ik ook dat trouwens burgers daar dan ook wel behoorlijk voor moeten zijn. Dat blijkt niet uit die burgerenquête. En als je dat echt goed wil regelen, dan heb je één heel veel meer handhavers nodig. Dat gaat niet zomaar en dat moet je dus betalen. Ja. En wie betaalt dat? Dat gaat niet uit uw portemonnee, ook niet uit die van mij. Dus dat zal uit de portemonnee van de burger moeten zijn. Dus dat is een afweging. En het tweede is, als je dat echt wil doen, dan moet je ook een waterbedeffect voorkomen. Dus stel dat we het hier zouden doen, dan gaan ze, jammer voor burgemeester Broertjes, allemaal naar Hilversum toe om daar dat vuurwerk af te steken. Heb je het dan iets geregeld? Nee, je hebt eigenlijk alleen maar de problemen verplaatst. Ja. Het bleek dus dat de schades de laatste jaren steeds minder worden. Steeds minder, vroeger was het... Gisteravond ook in de orde in de raad. Een voorstel om bij een bepaalde lage schade een bedrag te steken in het jeugdwerk. Ja. Die motie werd niet aangenomen. Wat vindt u van het voorstel? Vindt u het ook een perverse prikkel? Nee, ik vind het geen perverse prikkel. Ik vind wel dat je moet nadenken... Even uitleggen wat de bedoeling was? Ja, misschien wel. Als er overlast is van vuurwerk, dan worden ook dingen gesloopt. Laat ik maar even heel simpel zeggen. Verkeersborden, van alles en nog wat. Dat levert schade op. Die moeten wij gewoon maken. En dat moet je betalen. Ja. Dat gaat uit allerlei potjes. En die schade die kan behoorlijk in de papieren lopen. Bij ons valt het mee, gemiddeld de afgelopen 5 jaar, ik dacht €4.600. Je zou het willen hebben, je wilt het op een dag verdienen misschien, maar toch, alles bij elkaar valt het dan wel mee. Het idee is dat je jongeren als het ware verleidt om zich beter te gedragen door datgene wat er minder aan schade is geweest, om dat verschil te steken in projecten voor jongeren. En zij zouden daar ook een eigen feestje van kunnen bouwen, iets anders van kunnen doen, iets van kunnen aanschaffen, een bijdrage voor, van alles en nog wat. En dat idee om dat te verleiden, op zich is dat best wel een goed idee. Vind je dat niet negatief gedrag? Dat is de andere kant. De andere kant is weer dat je eigenlijk zegt van als je maar helemaal goed gedraagt, wat iedere burger moet doen, dan krijg je geld mee. Ja. Nou, zo moet het dus denk ik ook niet zijn. Wat je wel zou kunnen doen, is daar ook een experiment mee aangaan. En ik vind ook,
dit soort bedragen waar we het over hebben, zijn relatief bescheiden. Dus het zal altijd bescheiden zijn wat je aan stimulans geeft. Nou, het moet ook een bescheiden stimulans zijn, denk ik. Maar het gaat niet door, dacht ik, want de motie werd toch weggestemd? Volgens mij wel. Ik moet het eventjes, want het was een hele lange avond. Het is een leuk plan, maar het gaat dus niet door. Ik denk dat het niet doorgaat. Maar op zich stonden wij er ook niet negatief tegenover. Misschien zouden we mee kunnen experimenteren. Maar de eerste deel van die vraag gaat over, gaan we nou ook iets extra's organiseren? Dat gaan we wel degelijk doen. Maar we hebben gezegd met de raad, er zijn voorstanders en tegenstanders van bijvoorbeeld een centraal vuurwerk. Laten we eens even nadenken hoe je dat zou kunnen doen. Laten we even een plannetje maken. Hoe ziet dat eruit? Hoeveel kost het? Maar bijvoorbeeld komen alle mensen uit de dorpen daar naartoe. Wat voor plek moet je hebben? Is dat voor komende jaarwisseling? Nee, voor komende jaarwisseling gaan we dat niet redden. Dat is te kort dag. En je moet eerst het gesprek voeren. Want je hebt voor- en tegenstanders. En de kunst is om te zeggen van, zult u nou niet eens een keertje ook eens gaan uitproberen? En daar zijn wel veel burgers voor overigens. Dus ik hoop dat de nieuwe burgemeester daar goed mee aan de slag gaat. En ik ga er ook vanuit dat laat het hopen. Ik heb misschien nog eventjes tijd voor een tweede veiligheidsonderwerpje. Ja. Wat zou je dan kiezen? Ja, dat is best wel lastig. Ja. Ik denk toch maar in relatie daarmee de jongerenoverlast. Maar heel concreet. Allereerst waar ik blij over ben is dat de jongerenoverlast eigenlijk aan het verminderen is. Er is zelfs een maand geweest in september waar er helemaal geen meldingen waren. Nee. Terwijl mensen echt wel alert zijn, want dat weten we inmiddels. En we hebben een aantal zaken ingezet die volgens mij ook redelijk hebben geholpen. Dat moet het denken niet stoppen. Ouders aanspreken met brieven, praten met jongeren. Betere samenwerking tussen jeugdwerkers en politie en BOA's, om er wat te noemen. En ook met de mensen uit de omgeving praten die melden. Wanneer doe je het nou wel, wanneer doe je het nou niet? Waar spreek je jongeren aan? Waar moet je er vooral van afblijven? En hoe doe je dat dan ook? Je hebt veel gesprekken gevoerd, begreep ik. Er zijn gesprekken gevoerd. Dat zijn voornamelijk ook natuurlijk ambtenaren geweest die dat hebben gedaan. Ja. Maar dat hebben we echt ook in gang gezet. En wat mij betreft gaan we er ook mee door. Het feit dat het wat minder wordt, betekent niet dat je daarmee stopt. De jongerenoverlast aan zich valt mee als je het vergelijkt met andere gemeentes. Maar toch, het kan beter. Het is altijd vervelend als het gebeurt. Saskia, jouw kaartjes maar weer. Hè? Nou ja, want ik hoor ook een beetje in uw verhaal dat u telkens heel erg de verbinding zoekt. Hè? Het draagvlak van wat is het beeld. Ik weet dat het een beetje versleten woord is, maar ik geloof er heel erg in. Ja, van wat vinden mensen zelf belangrijk en wat speelt en hoe kan ik mensen erbij betrekken. Dus dat sluit aan bij ons thema contact met inwoners. Ja. En ook daarin heeft u natuurlijk, bent u druk bezig geweest. Hmm. Evenementen, bezoeken, huwelijksjubilea en 100-jarigen, bedrijfsbezoeken. Nieuwe onderscheidingen zijn er gekomen, de optimist en drijvende kracht. En het welkom voor nieuwe inwoners. Ja. Waar bent u het meest trots op als u dit zo ziet? Deze. Contact met, of het welkom met de nieuwe inwoners. Ja. En, maar het is gewoon persoonlijk, omdat ik dat. Ik vond dat voor mezelf persoonlijk, ook zelfs emotioneel, echt een hoogtepunt. Dat je lang bezig bent met het idee van hoe kunnen we dat nou verbeteren? Mm-hmm. Dat nieuwe inwoners zich welkom voelen. Ja. Het lijkt allemaal heel simpel. Je moet ze niet overladen met cadeaus. Je moet het niet overdrijven. En mensen moeten er ook zin in hebben om te komen. Ja. We hebben dat gedaan door een pakket te maken, een welkomstpakket. Mm-hmm. Met ook een boekje erin. Daar hebben we het ook over gehad. Waarin wat aanbiedingen staan. Niet overdreven, maar wel heel aardig. Ja. Dat je je welkom kunt voelen. Ja. En dat je kunt verleiden om ergens aan mee te doen. Er zijn een heleboel bedrijven, maar ook maatschappelijke clubs die daaraan hebben meegewerkt. Ja. Dus dat werkt aan die kant heel goed. En we hebben mensen aangeschreven, kom nou. Want het was een welkomstpakket, maar het was ook gekoppeld aan een, een belevenis. Hè? Een belevenis. In dit geval was het een boot. Ja. Het was eigenlijk, dat was wel een heel mooi begin. Een boot in de Loosdrechtse plassen om een stukje te gaan varen. Met twee verdiepingen. Ja, we waren optimistisch. Ja, hoeveel mensen komen er? Je weet het niet. En die boot zat helemaal vol. Ja. Maar die zat niet alleen helemaal vol, maar ook met mensen zo verschillend. He, van een Russische zakenman, wij spreken, tot een mevrouw met een hoofddoek. Van alles en nog wat, met elkaar aan de slag. En ik ben geen echte padvinder, maar op dat moment vond ik het toch wel heel erg mooi om dat te zien. Ja. En dat geeft ook aan de diversiteit van die gemeentes. Dus, de diversiteit van inwoners, maar ook gelijk die mensen met elkaar in contact. En we doen het dus niet één keer, maar we gaan het gewoon een aantal keren per jaar doen. Het zal weer een keertje tegenvallen, maar het idee zelf om dat te doen en jezelf te presenteren, vind ik heel goed. Zoals ik even onderbreken even mag dat? Want we hebben nog een heel speciaal kaartje, meneer Ossel. Oh jee. Een kaartje met een vraagteken. Ai. En wat zou u daarop willen invullen? Waar wil u het toch even over hebben? Ja. Ja? Ja.
Misschien uw basgitaarspel? Nou, dat mag, dat ja, mag. Ik, dat zijn wij wel nieuwsgierig. Ja, nou ja, het was gisteren aan de orde in de afscheidsspeech van de Nestor van de Raad, zal ik maar zeggen. René Voigt. Ik maak nog steeds muziek. Ja. En ik hou heel veel van muziek. En muziek heeft mij ook veel gebracht. Het is geen aparte kant, hè. Het is echt ook iets wat... wat je leert om contact te maken met mensen, om je hart uit te spreken. Mm-hmm. En dat is gewoon in het leven heel belangrijk, wat je ook doet. En ik wil er ook wat meer aandacht aan gaan besteden. In het grijze verleden, zoek het vooral niet op internet. Heb ik het gebracht tot, een LP heette dat toen nog, die is uitgebracht. Want hoe heette de band waar ik toen speelde? Moet ik het echt zeggen? Ja. Ja, dat heette de eerste keer Prima Volta in het Italiaans. Dat vond ik een mooie... Het was ook de eerste keer dat we gewoon bij elkaar zaten. Niks afspreken, gewoon spelen. Een Volkswagenbusje vol en geen pretenties. En toen lukte het eigenlijk om wat bekender te worden. Ik denk een beetje bossa nova-achtig. Vrij zware muziek. Okay. Wel een beetje Afrikaanse invloeden, dus je kon er wel op dansen. Dus dat is wel belangrijk. En ik gun iedereen wat dat betreft zijn eigen liefhebberij. Is een beetje een raar woord, maar toch vind ik het een mooi woord eigenlijk. En mijn liefhebberij in alle zinnen van het woord is muziek. En daar ga ik ook wat meer aandacht aan besteden in de toekomst. Verder gaat u vooral bijkomen, heb ik begrepen. Bijkomen klinkt een beetje gewerkt. Nou. Ja, god, het is gewoon wel een 24/7 baan. Ja. En dat hoort zo en dat is ook heel goed. En dan is het ook wel heel goed om daar even van te ontwennen. Dus daar ga ik wel mee aan de slag. En dan hier en daar wat klussen doen, wie me nodig heeft, mag bellen. Nou, het is wel leuk dat we in het laatste gesprek dan toch nog een heel ander kijkje op uw leven hebben gekregen, zoals muzikant. Mm. Ik denk dat ik ook namens Herman spreek, dat ik wil bedanken voor de gesprekken die u met ons heeft gevoerd voor Gooi TV. Vond het heel leuk. Het was heel al wederzijds, maar dat weet u ook. En de kijkers thuis, bedankt voor het kijken en we zien u graag de volgende keer weer.